Een jongen van 15 jaar wordt hier op het plein voor Rotterdam Ahoy beroofd door een grote groep jongens. Hij moet onder meer zijn mobiele telefoon afstaan en ook kleding. Een bijzonder laffe daad, maar de groep staat op beeld. Dit is het verhaal van één tegen de rest. Een 15-jarige jongen tegenover een hele groep gewapende jongens. Een zeer ongelijke strijd. Op zondagmiddag 26 januari, rond 3 uur... liep een 15-jarige jongen hier op het voorplein bij het Ahoy-complex in Rotterdam-Zuid. En hij werd op de deur omsingeld door een groep jongens. Nou, deze jongens die deden een beetje lelijk tegen hem en bedreigden hem. En een van die jongens die pakte een telefoon van hem af en die liep toen vervolgens weg. De 15-jarige jongen is zijn telefoon al kwijt. Maar daar blijft het helaas niet bij, want de groep gewapende jongens blijven bij hem en willen meer. Nou, stel andere jongens van die groep, die hadden grote messen bij zich. En onder bedreiging van zo'n mes moesten jongens een jas uitdoen en zijn horloge afgeven. Nou, als klap op de vuurpijl wordt ook nog even zijn ketting van zijn nek gerukt en vervolgens rennen de gasten weg richting het Zuiderpark. De jongens zijn tussen de 15 en 17 jaar oud, minderjarig dus. Om die reden laten we ze nu geblurred zien. Ze krijgen de kans om zich te melden. Deze donker getinte jongen draagt een camouflagebroek. En deze jongen draagt een opvallende rode jas. Deze jongen draagt een rode trui onder zijn zwarte jas. Ze slaan dus toe bij de parkeerautomaat op het voorplein bij Rotterdam Ahoy. Na de beroving rennen ze weg richting Zuiderpark. Ja, dit was natuurlijk een ontzettend laffe daad. En deze jongen is gelukkig niet gewond geraakt, maar is wel heel erg geschrokken. Dus we zijn op zoek naar mensen die misschien tips hebben in deze zaak en ons daarmee kunnen helpen om deze verdachte zo snel mogelijk te vinden. We hebben in bureau Rijnmond al vaker minderjarige verdachten onherkenbaar getoond en in sommige gevallen hebben zij zich gemeld. Ook zijn sommigen door hun ouders bij de politie afgeleverd. Maar mochten deze jongens zich niet melden, dan schromen wij niet hen herkenbaar te tonen. In verband met de zomerstop van bureau Rijnmond zal dat dan niet in de uitzending zijn, maar bijvoorbeeld via sociale media.